In Kunst en Vrijheid gaat alle aandacht uit naar de persoon die quasi frontaal weergegeven wordt. Viool in de ene hand, strijkstok in de andere. Het hoofd is lichtjes afgewend, de blik lijkt naar binnen gericht. Deze man concentreert zich volledig op zijn artistieke bezigheden, zonder zich te bekommeren om zijn gescheurde mouw of het afbrokkelende pleisterwerk van de muur. De schilder Louis Gallet portretteerde in 1849 de kunstenaar als een zelfbewuste, onconventionele en vrije man. De ongebonden levensstijl die Gallet de kunstenaar toedicht, heeft zware financiële gevolgen. Geld voor blitse kleding of een mooi interieur heeft de afgebeelde kunstenaar niet. Artistieke vrijheid en geestelijke rijkdom bezit hij des te meer. Geeft Gallet hier de bestaande situatie weer? Of werkte hij eerder een geromantiseerde visie op het kunstenaarschap uit? 14 jaar eerder leverde Gustave Wappers een monumentaal werk af. Met zijn 4,44 meter hoogte en 6,60 meter breedte is het tafereel van de septemberdagen 1830 op de Grote Markt te Brussel een heel stuk groter dan het werk van Gallet. Even indrukwekkend als de afmetingen zijn de vele personages die voorgesteld zijn en de beweging die zowel in de massa als bij de afzonderlijke personages aanwezig is. Het werk nodigt uit om in zijn geheel te overschouwen en in details te bestuderen. Wat bezielde de schilder Gustave Wappers om zich aan een dergelijk tafereel te wagen? Nadat België onafhankelijk werd, wou de regering de revolutionaire gebeurtenissen vastleggen en gaf aan Gustave Wappers de opdracht er een schilderij over te maken. Zo zou de onafhankelijkheidsstrijd gelegitimeerd worden en het nationaal bewustzijn aangewakkerd. Niet iedereen was immers voorstander geweest van de revolutie. Er was wat promotiewerk aan de winkel. Zien we hier het werk van een kunstenaar aan handen en voeten gebonden door de opdrachtgever? Was Wappers de tegenpool van de vrije kunstenaar die Gallet voorstelde? Of is hij even gedreven in het uitbeelden van het onderwerp dat hem opgelegd werd? Wappers toont de toeschouwer op meerdere manieren dat hij dit imposante werk schilderde. Rechts onderaan schreef hij voornaam en familienaam met rode verf. Ook de datum van voltooiing, namelijk 1835, vinden we hier terug. Aan de andere kant van het werk staan op een kistje de letters GW, de initialen van Gustave Wappers. Wappers situeert de gebeurtenissen verbonden met de onafhankelijkheidsstrijd van België op de Brusselse Grote Markt. Dit is geen toevallig decor. Na een bestorming van het stadhuis werd van daaruit een bestuurscommissie opgericht. Deze commissie vertegenwoordigde het Belgische gezag. Haar proclamation of bekendmaking aan de burgers van Brussel werd diezelfde dag op meerdere plaatsen in de stad voorgelezen. De groep werd steeds vergezeld van een trommelaar, kwestie van de aandacht te trekken en de bevolking te lokken. In de hoger geplaatste groep houdt een man een document vast dat grotendeels onleesbaar is. Bovenaan, gedeeltelijk onder zijn hand, kunnen we het woord proclamation ontcijferen. En daaronder staat citoyen de Bruxelles. Helemaal onderaan het document lezen we de datum 24 september 1830 en de naam van de drie ondertekenaars. Emmanuel van der Linden, baron Doorvorst, Charles Roger en André-Édouard Joly. Zij waren de leden van de bestuurscommissie. Net als Gallet maakte ook Wappers eigen keuzes bij de uitwerking van zijn schilderij. Een centrale en niet wat statische figuur, zoals in Kunst en Vrijheid, was niet aan Wappers besteed. Hij koos voor een complexe opbouw, waarbij compositie en houding van de personages
de blik van de toeschouwer leidde naar de man die het document van de proclamatie toont. Aan de linkerkant volgt de man te paard op. Hij lijkt van aan het stadhuis te komen en de massa te vervoegen. Vlakbij hem, in de linker benedenhoek, hurken twee personages neer. De jonge man wrikt een steen uit de grond. De vrouw heeft een steen in de hand. Het Nederlandse leger werd door de Belgische bevolking bekogeld met gevonden voorwerpen, waaronder kasseien. In de rechterbovenhoek zien we, hoog boven de massa, de punt van de vlaggenstok. Vanuit die twee uitersten zijn er voorwerpen en personages die de richting aangeven of versterken. De stok die een man vlak bij de ruiter vasthoudt, leidt onze blik schuinweg vanuit de linker benedenhoek. De lans op de schouder van een andere man ligt niet exact in het verlengde van die stok, maar visueel wordt de overgang vergemakkelijkt door het hoofd van de vrouw dat er tussenin zit. De man met een beige gestreepte doek op zijn hoofd, die iets meer op de voorgrond staat, maakt een grote stap. Zijn rechterbeen gestrekt naar achter, zijn bovenlichaam helpt lichtjes naar voren. De man naast hem wijst met zijn linkerhand naar de proclamatie. Die hand vormt tegelijk de verbinding met de mensen die rond de bekendmaking staan. Het ene hoofd steekt hier telkens net boven het andere hoofd uit. Eerst wijken ze wat uit naar links en dan zijn ze meer naar rechts van elkaar geplaatst en komen ze tot bij de man met de proclamatie. De bovenkant van de vlag achter hem neemt die lijn verder over. Sommige personages zorgen voor extra dynamiek omdat ze afwijken van deze diagonale lijn. Links vooraan wijst de man naar iets buiten het schilderij. Rechts op de voorgrond steekt een andere man zijn rechterarm uit naar de proclamatie. Met zijn linkerhand duwt hij vrouw en kind weg. De vrouw trekt aan zijn bretel, misschien een poging om hem tegen te houden, terwijl hij op zijn plicht wijst om te vechten voor het vaderland. Andere personages lijken eerder statisch en benadrukken tegelijk de dramatische kant van een revolutie. Fel licht vestigt de aandacht op een dode of stervende man die op de knieën van een ouder man ligt en omringd wordt door twee vrouwen. Deze profane bewening toont dat de revolutie offers vroeg. Ook andere lichtaccenten dwingen onze blik naar onderdelen van het werk. Nuances van rood en blauw verlevendigen samen met het gele van de vlag en de witte delen van de kledij het tafereel. In tegenstelling tot wappers koos Gallet voor een beperkter kleurenpalet. Een genuanceerd licht laat een variatie aan bruine, grijze en beige tinten tot hun recht komen. Gallet beeldde in zijn werk een vrije muzikant uit. Zelf aanvaarde hij, net als wappers, opdrachten van de Belgische regering en was dus allicht een tikkeltje minder vrij dan het ideaal in kunst en vrijheid.